Anneke en Dirk zijn al een tijdje terug van hun huwelijksreis bij Merit at First Sight. Thuis hebben ze beide de tijd genomen om het experiment te verwerken en zich voor te bereiden op het naderende eindgesprek. Dirk heeft langzaam zijn leven weer opgepakt. Borrels met buren, indrukwekkende dansprestaties met zijn danspartner en zelfs bloemen voor zichzelf. Ik ben niet alleen, merkt hij op, maar toch blijven er diepe emoties. Het huwelijk is voor Dirk heilig. En de herinnering aan de woorden van Anneke's zoon raakt hem nog steeds diep. Ik kon zijn verzoek niet volledig vervullen, zegt hij snikkend. Anneke, daarentegen, voelt zich goed, zoals ze herhaaldelijk heeft aangegeven. De Anneke die ik wil zien, is terug, zegt ze. Maar er knaagt iets aan haar, met name het idee dat ze Dirk heeft moeten kwetsen. Daar moest ik echt om huilen, bekent ze. Dirk heeft zich opengesteld voor het experiment, maar er blijven diepe emoties. Het huwelijk is voor mij heilig, dat doe je niet zomaar. Hij erkent dat hij het verzoek van Anneke zo niet volledig heeft kunnen vervullen en dat raakt hem diep. Anneke voelt zich goed en heeft zichzelf hervonden, maar ze worstelt nog steeds met het idee dat ze Dirk heeft gekwetst. Wat is er gebeurd? vraagt ze voorzichtig. Ze erkent dat ze misschien niet duidelijk genoeg is geweest met de experts over wat belangrijk voor haar is. Evelien en Patrick zijn ook aanwezig bij het eindgesprek en geven aan dat ze de snelle breuk tussen Dirk en Anneke niet hadden zien aankomen. Patrick begint te begrijpen dat Anneke verliefd was op het plaatje, niet per se op Dirk zelf. Bij het eindgesprek worden beelden van de bruiloft getoond. Dirk vindt het jammer dat het niet mooier is geworden, terwijl Anneke nog steeds de dag als mooi beschouwt. Carlo vraagt of het allemaal schijn was van Anneke, maar zij ontkent stellig. Ze voelde zich gelukkig en wilde de kans een kans geven, maar beseft dat ze zichzelf verloor. Carlo wil meer duidelijkheid over de kritiek van Anneke op het uiterlijk van Dirk. Anneke weigert echter hierop in te gaan en lacht de opmerking weg. Het eindigt met een pijnlijke confrontatie over de afsluitende brieven, waarbij Anneke valt over de lengte van Dirk's brief en hij twijfels uit over haar oprechtheid. De verrassing komt aan het licht wanneer Patrick onthult dat het huwelijk weliswaar stopt, maar ze nog aan het werk moeten om het op een goede manier af te ronden. Het definitieve afscheid is dus nog niet gekomen. De plotwist in dit merit at first sight verhaal lijkt de weg open te laten voor een onverwachte wending in de relatie tussen Anneke en Dirk.